De particuliere lijnbusorganisatie PLO onder leiding van John Mahadeo Singh wil dat er ordening komt ten aanzien van het busvervoer in Kommewijnen. Dit naar aanleiding van de oneerlijke concurrentie tussen de bussen van de PLO en die van het Nationaal Vervoerbedrijf NVB. De NVB-bussen vertrekken namelijk op vaste tijdstippen vanuit hun standplaatsen, ook al zijn de bussen niet vol. De PLO-bussen moeten echter eerst vol zijn voordat die kunnen vertrekken. Tegen de tijd dat deze bussen vol zijn, komen de NVB-bussen reeds terug en kunnen de passagiers weer in die bussen stappen. De oneerlijke concurrentie is een probleem van jaren, zegt Mahadeo Singh. We hebben altijd gesproken daarover, maar in het verleden is het fout gegaan. En toen heeft politiek zich ook bemoeid daar. Je weet, de mensen zijn gauw geneigd om te rennen naar bepaalde partijen. Waardoor er dus een chaotisch toestand is ontstaan. Iedereen die daar wilde gaan rijden voor NVB, heeft toen een contract getekend. Dat is allemaal gaan rijden. Vandaar dat je dus nu die hele chaotische toestand hebt. Je hebt geen overzicht wie wel en wie niet rijdt en wel rijdt. Dus vandaar dat we hebben gevraagd om een totale ordening te brengen daar. Mocht er te veel bussen zijn van NVB, dan moeten die weggehaald worden. Ja. En dan zou er dus moeten gesproken worden met de mensen van de NVB? Ja, want de particulieren waren langer dan de NVB daar. Dus je kan niet de particulieren gaan saneren, maar je moet NVB gaan saneren waarbij er voor 100% subsidie wordt gegeven. En dat is niet de bedoeling. Ik bedoel, wat gaat de overheid daarmee doen? Of van waar moet je het geld halen om zo'n groepje te subsidiëren? Dat is alleen maar politiek spel. Intussen blijft de NVB meer bussen inzetten in Kommewijnen. Mahadeo Singh verwacht dat minister Patrick Pengel van OWTNC wel ingrijpt. Kijk, ik ben niet van alles op de hoogte, maar voor 80% weet ik wel. Maar we hebben toen gevraagd aan ons minister om dat ding helemaal stop te zetten. Laten we reorganiseren, laten we kijken, is het nodig, is het dan niet nodig. En laten we die NVB-bussen inzetten waar de PLO-bussen niet kunnen gaan. Want als je voor 100% subsidieert, dat betekent dat jij die bussen ergens anders kan inzetten, maar je moet ze niet op één plaats gaan ophopen. En dat kost de staat te veel geld. De voorzitter van de particuliere lijnbusorganisatie, John Mahadeo Singh, over problemen in Kommewijnen tussen de PLO-bushouders en de NVB-bushouders.